Ik ben er nooit zo afgegaan, zo kansloos, zo in de rust. Eerlijk gezegd, überhaupt niet. Kan ik me herinneren dat ik zo ben weggespeeld eigenlijk. Nee. Nou, hoe is dat dan? Ontzettend pijnlijk. Kijk, we hadden er best wel wat van verwacht. Het zit in een goede fase. Nou, je weet ook dat je geloof moet hebben hier en lef aan de bal en scherp moet spelen. Dat weet je, anders heb je überhaupt geen kans. Maar je komt ook heel grote fases gewoon niet in het duel, omdat zij dat spelletje spelen en op Europees niveau. En dan zie je dat wij daar een paar maatjes vandaag te klein voor zijn. Ja, ze spelen zo makkelijk tussen de linies, veel beweging. Eigenlijk wat wij bijvoorbeeld vorige week hadden tegen Fortuna, dat doen zij nu bij ons. En dat is gewoon verschrikkelijk lastig. En dat doet Ajax gewoon fantastisch. Dat doen ze al 2 jaar. En als je bijvoorbeeld vorig jaar ziet, dan ging het niet zoals vandaag. Dus dat weet je. En je weet als zij heel goed zijn, dan weet je dat je het heel moeilijk krijgt. Maar je kijkt naar jezelf en je kijkt wat je daar tegenover kan zetten. Ik ben er nooit zo afgegaan. Zo kansloos, zo in de rust. Dat er geen houden aan is, bewijzen van. Want kijk, die 3-0 was natuurlijk niet eens geflatteerd. Want ze hadden denk ik nog wel 2-3 100% kansen. Alleen, je kijkt naar jezelf en daar hebben we het denk ik belangen aan niet goed gedaan vandaag, laat me duidelijk zijn. En hoe zwaar weegt die vermeende overtredingen nog bij die 2-0, denk jij? Ja, volgens mij is het wel een overtreding en dan wordt die goal niet goedgekeurd. Dan blijft het 1-0, maar over een hele wedstrijd gezien kan je dan afvragen of ze dan niet later die 2-0 gemaakt hadden. Dus laten we dat niet meenemen vandaag. Ik denk dat die afgekeurd had moeten worden, maar dat weinig, nou, voor je idee misschien. Nogmaals, het is geen excuus dat het denk ik anders had gelopen voor de wedstrijd. Ja, nee. We hebben een app, dat mag u niet missen, hè? Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.